Deze muur is klaar. Ik ga vandaag weer wat verven. Maar ik zal even een mini shop nog doen. Oh my god. Dit is zo schattig. Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. De datum weet ik even niet. Maar ik ben deze week de hele week vrij. Dus ik vond het wel leuk om weer een keertje te gaan weekvloggen. Ik ben van plan om zometeen de muur in de huiskamer te gaan schilderen. En ja, dat stond al een tijdje op de planning, maar ik had gewoon geen tijd. En nu heb ik een week de tijd, dus ik ga het gewoon doen. Ik heb gisteravond al alles afgeplakt en zo. Dus ik kan eigenlijk gewoon heel snel beginnen. Alleen even de meubels aan de kant schuiven en zo en alles klaarleggen. En dan ga ik gewoon beginnen. Nou, dit is hoe het er nu uitziet in ieder geval. Het is nu dus groen, zoals je kan zien. Maar dat blijft het dus niet. Deze muur is klaar. Hij moet nu alleen nog een beetje drogen. Want nu zie je nog al die vlekken. Dat het daar wel droog is en daar nog niet en zo. Maar ik ben van plan om dat stukje wat nu nog groen is wit te gaan maken. Maar ik ga eerst even lunchen. Want het is inmiddels al 12 uur. En oh, ik heb het best snel gedaan. Volgens mij heb ik er 1,5 uur over gedaan om dit te doen. Deze hele muur. Maar ik ben er wel blij mee. Ik vind het wel een gaaf kleur. Zo, we zijn inmiddels alweer een paar uurtjes verder. En ja, de muur is nu wel ongeveer een beetje opgedroogd. En ik vind het echt heel gaaf. En ik heb dus dat daarachter, dat kleine stukje. Ik zal er even heen lopen. Dit heb ik nog wit geverfd. Dus ja, ik vind het helemaal leuk. Ik ga nu even dit een beetje opruimen. Zo ziet het er nu uit. Ik vind het echt heel gaaf geworden. Ik ben er echt trots op. Ik heb mijn verfoutfit even verruild voor een blouseje. En gewoon een lekkere simpele broek. En ik ga nu even video bewerken. Want die moest ik al een tijdje bewerken. Maar ik had geen tijd. Want ik had tentamens en zo. En ik moet hem nu toch wel echt snel gaan bewerken. Want het is een vlog. En anders dan is hij echt helemaal niet meer recent. En dat vind ik zo stom om dan te uploaden. Maar ik ga dat lekker buiten doen, want het is hartstikke lekker weer. Dus ik ga lekker buiten zitten met mijn laptop. Ik hoop dat ik het wel een beetje kan zien, maar ik ga het gewoon proberen. Het is vandaag dinsdag en ik heb mijn verfoutfit weer aan, zoals je kan zien. Want ik ga vandaag weer wat verven. En dit keer is het geen muur, maar de keukenkastjes. Want ik zal het even laten zien. Ze zijn nu paars, zoals je kan zien. En dat zijn we een beetje zat. Dus het wordt een andere kleur. There's never fuss or a party. And only you can take me there. No, I don't want you for the night. Cause I want this life to change. Yes, never lift my love, my gravity. Connected to this, so be part of me. Lead me astray. Got you in my system. Yeah, I've been waiting. Show me to your kingdom. We can find a place. Hold me till the dawn. A million miles away. Yeah, I'm already gone. Just let me lay. Nou, ik ben klaar met verven. Ik weet niet of je de kleur zo echt goed kan zien, omdat de zon vanaf daar komt. Maar ik laat het nu even drogen. De deurtjes staan half open, maar het moet nu drogen, dus ik ga even lunchen. Ik ben klaar met verven voor nu. En ik zit nu trouwens even in mijn filmsetting voor als ik gewone video's opneem. Want ik heb net een video opgenomen over waarom ik ben begonnen met YouTube. En tips voor als je een YouTube kanaal wilt beginnen. Dus als je benieuwd bent naar die video, hou dan vooral mijn kanaal in de gaten. Dan ga ik nu even mijn setting weer opruimen en zo. En misschien ga ik dan wel gelijk deze video bewerken. Het is inmiddels alweer 7:50 en de zon schijnt echt vol op mijn hoofd. Maar ik heb me even omgekleed, want ik ga zo dansen. Ik heb gewoon een simpel t-shirt aan en een sportlegging. Ik word zo meteen opgehaald. En ik weet niet of je het kan zien, maar ik moet echt nieuwe dansschoenen kopen.
Ze zien er echt niet uit. Kijk hoe versleten ze zijn. Ik ga nu nog even snel mijn flesje vullen en dan ben ik klaar om te gaan. Zo, lekkere ochtendstem, maar ik wil zeggen goedemorgen. Het is vandaag, welke dag is het? Woensdag. Ik ben echt helemaal in de war met de dagen deze week, omdat ik natuurlijk vrij ben. Maar het is woensdag en wat ga ik vandaag doen? Ik ga als eerste even de kooi van mijn cavia verschonen, want dat moet gebeuren. En dan ga ik zo even naar het kruidvat, want ik zag in de folder iets wat ik heel graag wil hebben. Dus ik ga even kijken of ze dat nog hebben. Ik hoop het wel. En dan daarna, denk ik. Ik weet niet precies hoeveel tijd ik dan nog over heb. Maar ik zou vanmiddag even met mijn opa en oma naar Beter Bed gaan. Want die willen heel graag een nieuw matras. En ja, mijn opa rijdt geen auto meer. En mijn oma heeft überhaupt geen rijbewijs. En ik heb nu dus tijdelijk eigenlijk de auto van mijn opa. Dus ik had met hun afgesproken dat ik... ja, hun dan af en toe ergens heen zou rijden als ze ergens naartoe willen. Dus dat ga ik even doen vanmiddag. En ja, geen idee hoe lang we daar zijn, maar dat zie ik dan wel weer. Dit is trouwens mijn outfit voor vandaag. Ik heb dit shirtje aan van de New Yorker. En deze broek is van de Bershka en mijn schoenen zijn van Reebok. En dit kettingje, weet ik niet of je dat goed kan zien, maar deze is van Shizzy. Is echt rood, want het is zo warm opeens. Echt niet normaal. Maar ik zal even een mini shoplog doen. Ik heb gekocht deze kooltas bij het kruidvat trouwens. En dit is een koolrugtas. Dus een kooltas die je als rugtas kan dragen. Super handig voor op vakantie. En een super leuk printje ook met cactussen. Dus dat vond ik wel heel schattig. Die was €4,99 trouwens. Deze chocola. Die ziet er zo leuk uit. En lekker. Ik ben heel benieuwd hoe deze smaakt. Ik had een bronzerkwast gekocht van Essence. En kijk hoe gaaf dit eruit ziet. Het is met koperkleur en wit. Ik vind het echt heel mooi. En als laatste. Heel saai. Concealer, want die was op. Dus die heb ik weer gekocht. En dat is eigenlijk wat ik heb gekocht bij het kruidvat. En ik ben trouwens ook nog naar de Vibra geweest. Want ik had laatst een zeeman outfit challenge gedaan. En ik dacht ik ga ook een Vibra outfit challenge doen. Dus daar ben ik even langs geweest en daar heb ik wat dingetjes gehaald. En daar ga ik dus binnenkort een video van maken. Dus als je die wil zien, hou dan vooral mijn kanaal in de gaten. En ik zal hem wel even in de beschrijving zetten als die al online staat. Maar ik denk dat deze vlog eerder online komt. Ja, dus dan moet je gewoon mijn kanaal in de gaten houden. Abonneer vooral even als je dat nog niet hebt gedaan. Dan zie je vanzelf wel in je abonnementenbox verschijnen. En ik ben nu heel erg reclame aan het maken voor mezelf. Maar nu ga ik denk ik gewoon even lekker buiten zitten. En dan ga ik buiten even het laatste stukje van mijn video editen. Want dan kan die zo snel mogelijk online. En ja, ik heb nu nog... anderhalf uur voordat ik bij mijn opa en oma moet zijn. Dus ik ga gewoon even een beetje chillen in de tuin. Het is inmiddels alweer 6:15. En ik heb me even klaargemaakt voor dansen. Want ik moet zo om 6:30 dansen. En ik heb gewoon lekker een all black outfit. Heel saai. Het is donderdag. En ik heb net al even 2 video's ingepland. Nou ja, eentje. Die andere heb ik gisteren nog ingepland. En ik ga nu wat drinken pakken. Oh my god. Dit is zo schattig. Kijk dan. Oh. Oké, dit is echt te schattig. Maar goed, wat ik wilde zeggen. Ik ga drinken pakken. Waarom is het zo donker? Het is vandaag echt een zomerdag of zo.
Ik doe de rolgordijnen wel even open. Ik weet niet waarom die dicht zijn. Maar goed. Ik wilde dus drinken gaan pakken. En dan ben ik van plan om even... Wow, overbelicht. Video's gaan opnemen. En daarna wil ik nog mijn kamer stofzuigen. En mijn kledingkast opruimen. Maar ik denk niet dat dat allemaal gaat lukken in één dag. En het is ook heel erg warm vandaag. Het wordt vandaag echt 27 of 28 graden of zo, dacht ik. Echt niet normaal, want het is vandaag 19 april. Nou, ik weet het niet meer. Maakt ook niet uit, maar het is april en het wordt zo ontzettend warm dat ik echt denk van, hoe dan? Maar ik kan niet bij dat rolgordijn. Haha, want dat koordje is afgebroken, dus dat is helemaal omhoog, dus ik kan niet bij. Dus dan moet ik weer iets pakken. Oh, kijk! Ligt ook zo cute. Ze heeft een holletje gemaakt in het hooi. Echt heel schattig. Ja, trouwens, ik weet niet of ik het nou al had laten zien. Maar dit is hoe de keuken er nu uitziet. Let niet op de troep trouwens. Maar deze kleur is echt zo vet. Ik weet niet of het heel goed overkomt. Maar het is... Ja, het is aqua. Het is heel lichtblauw. Maar ja, het is echt heel gaaf. Ik ben er echt blij mee. De zon schijnt er nu ook op. Dus ik kan het niet heel goed zien. Maar... Het is echt 10 keer beter dan het paars. Alleen die muur moet dus nog. En ja, die muur wordt gewoon wit. Maar er zitten allemaal van die vieze vlekken op en zo. Want we hebben echt hele erg vochtige muren. Echt super irritant. Maar dat moet dus eerst allemaal schoongemaakt worden. En dan kan dat wit worden geverfd. En die muur moet ook opnieuw wit worden geverfd. Wow, nu zie je het echt heel goed. Je ziet al die vochtvlekken op de muur. Nu zie je eigenlijk pas nog beter hoe erg het is. Oh my god. En daarachter ook. Ja, het is echt heel vies. Het lijkt alsof we in een heel vies huis leven. Maar we kunnen er echt niks aan doen. Dus dat is wel heel vervelend. Het moet allemaal eerst schoongemaakt en dan gaan we het opnieuw verven. En dan ziet het er hopelijk weer even wat beter uit. Oh, oké. Ik heb mijn verkeerde lens er nog op. Dit is mijn macro lens. Nu ben ik echt heel dichtbij. Maar mijn arm is niet langer dan dit. Maar goed, ik zal alsnog wel even zeggen wat ik van plan ben. Want ik heb net 2 video's opgenomen. En ik ga nu even lunchen. Want het is inmiddels 1:50. Ik vind het echt heel dichtbij. Maar oké. Het is 1:50. Dus ik ga even lunchen. En dan ga ik mijn kamer opruimen en... Dan moet ik nog even kijken of ik nog tijd heb om mijn kledingkast te doen. Maar ik ga in ieder geval mijn kamer doen. Zo, het is inmiddels alweer avond. En zo ziet het er nog niet uit. Maar ik heb nog niet mijn hele kamer opgeruimd. Maar wel een deel, want ik kon mijn nieuwe studieboeken gewoon echt niet meer kwijt. Die ik zeg maar nodig heb voor de volgende periode. En... Ik had nog zoveel dingen van de middelbare school die ik toch niet meer gebruik. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon helemaal uitzoeken, opruimen. En ik heb een hele hoop weg gedaan. En daardoor heb ik nu weer hier in dit kastje ruimte. Dus daar kan nog wat in. En ik heb, even kijken. Hieronder kan ik nu mijn studieboeken kwijt. En dan kan ik hier ook nog een aantal dingen kwijt. Want die la zat eerst echt bomvol. Dus ik ga nu even dit, wat nu nog op mijn bureau ligt, een beetje opruimen. En dan ziet het er in ieder geval weer een beetje oké uit. Oh ja, ik heb trouwens deze plant sinds kort op mijn bureau. Zo'n monstera. En hij had eerst 3 bladeren. En ik dacht dat er geen nieuw blad bij zou komen. Want het zag er niet uit dat dat kon. Maar dit blad is ineens erbij. Ik vind dit blad echt heel mooi eigenlijk. Kijk, deze die is zeg maar hier open, maar hier zit die dicht. En deze heeft dat ook een beetje. En deze heeft bijna geen gaten. Maar dit blad is gewoon echt perfect. Maar goed, ik ga nu dus even nog de laatste dingetjes opruimen. En dan ga ik straks nog even lekker douchen. Want het was vandaag super heet. En ik ben echt wel even toe aan het douchen. Mijn haar ook. Mijn haar ziet er echt niet uit. Oh,
vrijdag. En ik ga even mijn kamer stofzuigen, want daar ben ik gisteren niet meer aan toegekomen. Dus dat ga ik doen en daarna ga ik mijn kledingkast opruimen, want dat is echt nodig. Klaar met mijn kledingkast. En dit heb ik dus allemaal eruit gehaald. Dit gaat allemaal naar een vriendin van me. Ik vind het knap dat dit nog allemaal in die kast paste. Serieus, want hij is nu nog steeds vol. Ik heb echt nog vrij weinig gevlogd vandaag. Maar ik was met mijn moeder naar de Gamma om 2 palmen te kopen voor in de tuin. En we zijn nog langs mijn opa en oma geweest. En daarna hebben we ook nog potgrond en zo gekocht. En het is echt super warm. Dus ik had het ook echt super warm net. En mijn moeder is nu nog bezig in de tuin. Lekker in deze hitte. En dan gaan we waarschijnlijk straks, of vanavond of zo, of morgen, die palmen in de pot zetten. Want ik heb gisteren 2 potten gehaald bij de Action. Best wel leuk. Dus ja, verder heb ik niet eigenlijk heel veel vandaag gedaan wat ik kon vloggen. Misschien dat ik nog iets ga doen straks. Misschien gaan we nog ijsje halen. Ik hoop het. Daar heb ik echt zin in. Ik had trouwens gisteren een chocola gekocht bij de Dirk. En dat is deze. En ik had deze echt nog nooit gezien. Maar dit is dus red velvet en witte chocola. Ik ben echt heel benieuwd hoe die smaakt. Maar zo ziet het er dus uit. Super gaaf. Ik ben benieuwd hoe het smaakt. Best lekker. Het is inmiddels alweer zondagavond en ik heb vandaag niet zo heel veel gefilmd. Maar ik heb een nieuw gaasrek. Ik had eerst een zwarte, die had ik wit gespoten. Maar die verf die liet los, dus dat was niet echt heel erg mooi. Dus ik zag deze bij de Gamma. En we waren daar toch met de auto, dus ik dacht van ja, waarom zal ik hem niet meenemen? En nu ziet het er zo uit. Ik vind het echt heel gezellig. En deze is wel wat kleiner en ik heb hem nu ook horizontaal gehangen in plaats van verticaal. Dus ik dacht, ik ga dit gewoon even proberen. En ja, als ik het niks vind, hang ik hem gewoon weer verticaal. Maar ik vind het zo ook wel leuk. Ik ga binnenkort denk ik ook nog wel een roomtour filmen. Die heb ik al een keer gedaan op mijn kanaal. Maar dat is alweer even geleden en er zijn wel een paar dingetjes veranderd. Dus dat ben ik wel van plan om binnenkort weer een keertje te gaan doen. Mijn hoofd ziet trouwens nu heel raar uit. Maar de zon schijnt nog precies een beetje in mijn kamer. Dus vandaar. Maar goed, ik ga even een beetje nog mijn kamer weer netjes maken. En dan is mijn vrije week alweer voorbij. Helaas. Maar goed, ik ga vanavond niet echt heel veel meer doen. Dus ik ga denk ik hier bij de vlog afsluiten. Ik hoop dat je dit een leuke weekvlog vond. Als dat zo is, doe dan vooral een duimpje omhoog. En abonneer vooral op mijn kanaal als je meer video's van mij wilt zien. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En hopelijk zie ik je dan weer in mijn volgende video. Doei doei!